hip-hop in je smol. In je smol. Hip-hop, hip-hop in je smol. 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 We staan hier in de Caps Lock in Capelle aan de IJssel voor de release party van de incubatie mixtape van JR de Regelneger. En we hebben vandaag de release van de eetzakelijk EP van PSL persoonlijk. Let's go! Waar ik bleef, is voor jou een vraag, ik weet. Waarom had hij nu vraag, ik weet. Hé, wat is het? Mensen die we kennen hebben niet de onderscheid al het hier als je niks wil verliezen. Als je goed weet, dan ben je wel een fucking mannen. Ik ben een vreemd, ben je zo eentje. Dit was mijn achter, dus dan ben ik wel als zo'n eentje. Je hebt genoeg tevreden, weet je, zijn jou vergeten. Met hart zeker. Van iedereen op de boeken. Nou, dat zou zeggen dat deze toch al het boek bent. November. Kom, stop voor je reden. Wie dacht dat het zo'n kwam? Stop het op november. Van iedereen op de boeken. Ik zit hier backstage samen met JR de Regelneger. Jermaine, maandag heb je je incubatie mixtape gedropt. Vandaag de release party. Hoe voelt het? Voelt heerlijk, echt. Het is een feestje. Veel liefde is aanwezig. Alle mensen die ik wou dat erbij zouden zijn, die zijn er dus. Kan je stuk? Ik had een vraag. Incubatie, waarom? Incubatie, kijk, het moet een beetje figuurlijk gezien worden. Kijk, wij willen mensen aansteken met onze boodschap. Dus het gaat ook via, allemaal mond op mond eigenlijk. Dus incubatie is voor mij eigenlijk, ja, we willen zoveel mogelijk mensen aansteken die het ook weer op hun eigen wijze bij een ander brengen. En de incubatietijd is hoe lang het duurt, zeg maar, voordat de virus je systeem raakt en je echt daadwerkelijk ziek wordt. Dus kan je ook weer vergelijken met de muziek. Want ja, het is natuurlijk niet altijd in één keer dat mensen je oppakken. Het duurt altijd even wat langer. Dus dat is de incubatiefase. En de boodschap die je wilde overbrengen is: iedereen is uniek. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, sowieso van iedereen eigenlijk. Dat is waar alles eigenlijk om draait bij ons. We hebben eigenlijk gewoon de beste kwaliteiten van onszelf en de sterkste punten. Echt de dingen die ons beschrijven, die hebben we gewoon op een tape gegooid. En de mensen die ons daarbij hebben geholpen, die zijn zowel eenling als dat ik het ben. Dus eigenlijk zo. En wat maakt jou uniek? Wat maakt mij uniek? Mijn uniekheid is mijn laconiekheid, hoe gek ik ben recht door zee. Eigenlijk wel wat veel mensen hebben, maar toch mijn kijk op dingen, mijn creativiteit, denk ik ook wel. En ik zie alles positief, weet je. Keep smiling. Hoort zo. Oké, en wat kunnen we de komende tijd van je verwachten? De komende tijd, na deze incubatie minitape heb ik de GNL klaarstaan. Dat is gevarieerd en lekker. Dat is een producer tape die ik samen doe met mijn home producer Koen de Visser. Ook een deel van iedereen. En ik ben nog bezig met mijn album. Die gaat Leeftijd heten. En een aantal clips. We hebben de clip van Anders. Een track die ik vanavond ook ga doen. Zet je radio aan en schakel in. Welkom, je zit er middenin. Alles om wat er te zien, mijn kind. Je verdoeft naar wind, krijg geen begrip. De zieken in die zieken is heel, en wij dan zien we veel. Er is niemand zo aan jou, dus zie je dit. Dat je zal bepaald op je toekomst, herhaal wat je geschiedenis is. Net zo niet vriendin, virus geïnventeerd, programma geïnstalleerd. Tensen verbouwereerd, maar toch gereïnteresseerd. We zitten in de stralen, maar nu nog wat sneller. Want een hoop blessing voor iedereen is de hoofdzender. We hebben wat acts vanavond gehad. Wat vond je van de avond tot nu toe? Ja, ik vond het echt dope. De acts die er zijn, die heb ik persoonlijk geselecteerd, ook samen met PSL. Ze hebben hun ding gedaan, weet je. Bren MC, het zijn eigenlijk allemaal jongens die direct of indirect met ons te maken hebben. Met East Garden Music of met van iedereen. Zoals bijvoorbeeld Promotioneel of Morten, de Deense Toch. En ik vind het gewoon een toffe avond, weet je. Iedereen doet zijn ding. Ik ben er blij om, dus... De liefde voel je wel van het publiek, iedereen gaat los? Zeker, zeker, zeker. Het is alles wat ik dacht en nog veel meer. Zometeen persoonlijk nog? Ja, PSL persoonlijk, mijn broer echt. Mijn broer, ik heb al in de afgelopen week heb ik veel contact met hem gehad. We hebben tijdens de generale repetitie ook echt elkaar show een beetje besproken. En ik weet dat hij gaat gewoon rocken. Gewoon. Jullie inspireren elkaar ook? Ja, zeker, zeker. We drijven elkaar ook, zeker. Wil je verder nog iets kwijt? Tof. Blijf checken op hip-hop in je smoel. Real hip-hop voor de real hip-hop listeners. Bless. We komen aan het gat, incubatiegevaar. Stel hier de wapens klaar in de operatiekamer. Op de operatietafel. Plastische ingreep op de huidige status. Patiënten blijven, leven van allemaal nog en even de donaties. Aan het front, ik sta aan het front zonder complicaties. Blijf er met je donor, hoor. Neem de transfusie in de op en zet het voort. Ik heb het beste met z'n voorraad, maar bij de